Waarschuwing, de volgende video bevat veel geweld en grof taalgebruik. Kijk er dus op eigen risico. Ah, oh, jongens, ik heb iets... Au, oh, Stefan. Mijn arm. Mijn arm. Die kwam even dwars door mijn gezicht heen, maar dat maakt niet uit. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Do GTA 5, The Heist. We hebben de eerste heist gedaan, we hebben de tweede heist gedaan. We zitten hier met onze gewone sterke crew die dus zeg maar geholpen heeft. De ene keer met de boodschappen, de andere keer met iemand uit de gevangenis te hebben gehaald. En in deze aflevering gaan we beginnen dus zeg maar met de voorbereidingen van Heist 3. De Humane Labs. Ik zal de Humane Labs raid. Stefan, yeah. Kan je instellen dat we onze eigen kleren gewoon aan hebben? Ja, dat kan, maar dat is niet leuk. Kan je instellen dat Shawnee gewoon de mond kan houden? Ja, dat kan. Oké, ik mute mezelf wel. Nee, grapje, Shawnee. Hou loop. Voel de liefde. Dat is mijn lievelingsdier, Al. Maar goed, niemand boeit dat. Ja, voor een of andere manier. Jullie zullen het vast zeker wel gezien hebben, maar Shawnee die heeft een uilenmasker. Ja, klopt. Die wil graag een uiltje knappen. Wow, er komt opeens hier een hele squad helikopters over. Maakt me boeien niet. Level 93 al hier, Roy? Ja, sorry. Wauw. Ik zit pas op 49. Ja. Ja, sommige mensen zijn bezig met belangrijkere dingen. Zoals naar Erwin luisteren. Hallo, people. Of editor van de 1000 subspecials. Dat bijvoorbeeld. Of 100% Binding of Isaac Rebirth completen. Victory! Oh. Ja, netjes man. 179 fucking achievements. Wat zou je gaan doen? Well, he's a warmongering right-wing douche. A douche? Douche! Trust me, I've met a lot of them. Ik ken ze hoor. Warmongering, right-wing. Ik heb zin in deze heist. Red dildos. Nee. Ik heb hem gesporen, hè? Percival, oh, zie je? No babyface. De rare vlek onder mijn oog. Vind ik zo raar nog steeds, maar goed. Is het niet gewoon make-up? Ja. That's what the intel seems to suggest. What I got told on the street and what my boss, who doesn't want you to know his name, will pay you to discover because what. Don't worry about the why. Bad boys. Ja, ik laat ze weer zeuren dat we weer een missie voor jou hebben genomen waar je eigenlijk niet vreemd mee bent en alles. And the armored 4x4s like the ones guarding the place. You'll do the key code exchange just off Elgin Avenue. You're going to be meeting with somebody who's had a bit of trouble with the bureau, so please use all die missies zijn Todo. One of you is going to do the exchange. One of you is a bodyguard and the other two are going to be lookouts. The armored 4x4s belong to Meriwether Security Consulting, which belongs to Don Percival, yeah. Who is running Humane Labs. You'll find the Meriwether insurgents on exercise at Davis Courts in Blaine County. All right, people, doesn't matter what order you do this in, just get it done. Ik ben de flitspaal. Pay well. No questions asked. Ik ben de boom. We never met. Okay, Erwin. Ja. Hoi. Erwin, kan je ook gewoon kort maar krachtig uitleggen? Ja. Je praat nooit zoveel. Je spreekt te veel. Oké, dus ik denk dat we dit gewoon zeg maar met een splitscreen doen van mijn twee schermen. Omdat hier, twee is al genoeg zijn. Denk ik zo. Twee is meer één. Dus moeten we alleen eventjes kijken hoe dat de teams gaan lopen. Dus dat is alles. Oké, confirm. Oh, dan weet ik niet wat mijn auto gaat worden. Nou ja, dat zie ik straks wel. Oh, wacht even. Lookout. Wacht. Ik ben een bodyguard. Ja, ik ga in de Back to the Future mobiel. Maar ik wil geen lookout zijn, ik wil de buyer zijn. Oké, dan ga ik een lookout. Ja, dan wil ik een lookout dan eens. Oké, en dan outfit stijl. Ik wil wel een goede smoking. Juist. Zo ja. Badass. Oké. Wie is je bodyguard? Oh, daar gaat niet goed komen. Wie is mijn bodyguard? Wat is er mis met jou, meneer Adder? Where are the men in black? Excuse me, beginnen hoor. Not now. Jongens, ik wil jullie mijn autootje laten zien. Echt, ik vond hem zo leuk. Ik zag hem en ik moest gelijk aan Back to the Future denken. Dus ik heb gewoon... Ik vond het een DeLorean. Ik zeg het heel eerlijk, ik vond het een beetje een DeLorean. Hier heb je hem.
Dit is zo gemeen. Dit is zo niet cool, Shawnee. Stap in. Ja, stap in. Ja. Rij maar gewoon. You have to come back with me. Motor! Oh shit, ben ik bestuur? Motor! Hi. Slow. Ik moet motor bumpen! Ik weet niet jongens, ik weet niet waarom elke keer als ik een motor rijd zie, dan moet ik hem bumpen. Net zoals deze. Ik zou er niet op letten. Jongens, er hangt een helikopter boven mijn huis, is dat goed? Nee. Hij hangt echt boven mijn huis en echt. Ze zijn je aan het zoeken. Ik denk dat het nu, dat is het. Echt boven mijn huis hier zo. Alsof ze wisten dat ik een helikopter... Oh, ik moet wel afremmen, anders ga ik dadelijk naar de toekomst. Auw! Wilfred, zie jij dat? Wat? Ja! Wat? Wat de... Wat de hel is dat? Oh. Wat hebben jullie weer gedaan? Leroy, zie je? Ik reed tegen het hek aan en toen ging die... Huh? Huh? Wat? What happened? Well, stop breaking the game! It's broken again. Oeps. Waarom is dat? Weet ik niet. Oh, denk gewoon bij de bot. Dat is like a glove! Kon je dat inzoomen of niet? Oké. Weet ik niet. Dus Dus jij bent mijn bodyguard. Ben jij bodyguard? Hey, wat de heck? Roll the dice. De DC. Oh, ik heb echt veel te veel Binding of Isaac de laatste tijd gespeeld. Kijk, ik ben normaal geen ongeduldig type, maar waarom duurt het zo lang? Ik weet niet, ik heb met z'n hier afgesproken, dus Ik ga ze wel even halen. Nou, jongens, als we dit goed doen, krijgen jullie allemaal een ijsje. Ja, ijsje! Daar komen ze! Daar komen ze, daar zal je ze hebben hoor. Hé, hey, jongens! Jongens, Wilco! Wilco, ja. Kijk! Ja, hoi! Succes! Oké. Okay. Ook fijn. You here for the access codes? Oh shit, we bukken. Humane Labs? Aha. Alright. Ja. Ik vertrouw dit niet. We'll give you the codes. Oké dan. Can I get sign off? We need to be sure about them. Ja, ja. That bank. That was you, right? Hè, welke bank? Or someone associated with you. Waar hebben ze het over? Bank? What you're getting into right now is a whole different ballgame, my friends. Hoezo dat? We hebben niks. We doen niks. We got it. Je hebt het. Nou, geef hem dan. Nee, gewoon geef. Oh. Holy shit. Is dat je ex-vriendje of zo? FBI, bro. Doei. Laat ons maar weer alleen hoor. Schiet er neer, schiet er neer. Oh. Oh, 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 oh. Alles moet hier ook zijn. Hey. Ja, more explosions! Alright. We gaan de motor doen. Ik kom terug. Ben je bodyguard? Laat mij maar! Links. Rechts. Oh, wacht, daar ben je. Van voren. Blijf van achteren, dat is. Jullie zijn geweldig, jongens. Ja. Mijn baas betaalt jullie wel, hoop ik. Net zoals het WhatsApp-geluidje. Onder de hoek, achter de hoek, om de hoek. Au, au. Ja? Oh, ik moet de koffer nog pakken. Ja. Ik heb de koffer. Leroy, dat is mijn taak! Get in the car! Prima, Leroy. Go, 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 go! Oh, oh sorry! Stap in! Ja, ik stap in. Oh, ik ben bijna dood. Stop. Oh. Ik man, doe niet op. Nee. Ik pak je wel op, Wilco. Gaan we niet. Schiet jij? Ja. Cool.
Ik weet niet wie zijn auto dit is, maar het boeit niet. Hoeveel zijn er gestorven? Oh. Alles goed. We zijn ze even kwijt. Nou niet meer. Links! Rechts! Andere. Ja, dat is dood. Ik moet stunten! Nee, dat gaat fout. Oh. Heb je misgewind voor die ene? Ik ben geen handdoek. Oh, ik heb een lekker band gewonnen dat ik zoveel moeite heb met sturen. Motorrijder! Dank je! Tasje! Lange auto's er niet meer op! Dat is niet mijn probleem. De D, de handdoek daar. Motorrijder! Houd je ook wanneer mis? Wow, wow. Wat de? Kom in, kom in, kom in, kom in, kom in! La 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 You shall not! Nou, eigenlijk, we zijn wel gepast. Yay! Thanks, Leroy. Ja, mijn dag zit erop. Precious! Yay! Yay! Ach ja, kijk dat positieve kant. Ik ben hier zitten doodje. Rank up! Oké, jongens, we gaan gelijk door naar de volgende missie. Kijk wat er eigenlijk nou gedaan wordt. Oh god, Taula zit weer te zuipen, hoor. Sorry! Ik ben afgekeerd. Sorry, is gewoon netjes aan het weten kijken. Nee, TV staat uit. TV staat uit, dus... Kijk, er zit een gat in mijn rug. Dat is beter als rug in je gat. Laten we verder gaan. Ja, we gaan Missie 2! Even kijken, ik wil wel beginnen met mijn MG. Oké, kom voor. Oké. Stel je voor dat we nog een keer de Prison Break moeten doen. Hey. Oh god. Nee. Ik neem een chipje. Ja. Hou ik een stel gehaald in... Tactical. Waarom staat hij er nou niet bij? Hey, tactical. Nou, dan maar zo. Ja. Gaan we allemaal in één auto? Dat past. Kan wel. Het is zo gezellig. Ik rij. Dat wordt onze dood. Ik wil in de blauw met rood. Ik ben in de roze. Oh. Laura? Johnny, met ons mee rijden. Is verplicht. Dat is daar, hè. Yay! Het is maar 4 mijl. Zet zelf radio op. Zelf radio. If you're selfish. Zet nou maar op. Ja. En niet op E drukken, jongens. Oh, E drukken? Niet! Hé, hey, oké. Okay. Je bent toch gedrukt? Nou, dit is dus de lange reis naar Parijs. Zijn we er al? Wat? Radio. Ik heb geen radio. De radio aan. Moet dat aan? Oké. Ja, zelf radio. Yay. Yeah.
Oh, bij mij is het Skyward Sword. Zijn we er al? Bijna! Handdoek! Handdoek! Bijna! Handdoek! Ja! Zijn we er al? Bijna! Handdoek, ik heb een hele belangrijke vraag. Of we er zeker bijna zijn? Nee, ik moet plassen. Dat is geen vraag. Houd het maar op. Dat is... Ja, ik ga je niet meer helpen hoor. Wie is deze auto? Ziet er niet uit. Motorrijder! Motorrijder! Waar is een motorrijder? Voor ons! Pak hem! Pak hem! Hij leeft nog. Nee, niet doodschieten. Nee! Niet zomaar iemand. Hey, buschauffeur, de hele bus ligt dood. Ik moet plassen! Dat willen we niet. Wat een weg, achter de weg. Doe die nu achter de rug! Oh, die heeft er geen meer. Nee. Zag je zijn achterkant? Zat te wiebelen. Ja. Oh, ik dat... Lucas, ja. Moet dat nou? Ja. Zijn we er al? We zijn er bijna. We zijn er bijna. Gaan we naar Disneyland? Nee. Dan gaan we naar de Efteling! Nee. Hey. Waarom niet? Wat daar geen... Advocaat, ik wil naar de Efteling! Papa heeft daar geen geld voor! Als je één keer praat op de Efteling, schiet er een kogel door je hoofd. Papa heeft er niks geld voor. Maar ik wil het zo graag! Papa heeft alleen geld voor een car en voor een half miljoen meer niet. Ja, dat is duur dit. Maskers op! Rijzenplak! Time! These vehicles are fast, armored, ultra. We schieten ze allemaal kapot! Waar voor inknallen? Ja. Hallo jongens en meisjes, ik ben er weer! Dark Player! Knallen! Pop jullie allemaal neer! Doe het, Dark Player! Ik denk van die auto's, Maloot, die moeten we nog hebben! Waarom heb ik eigenlijk een Dark Player over? Oh ja, Mods, Dark Player, ik neem deze over! Haha! Oh boy! Oh. Het is zover! Moord en doodslag! Dat vindt hij leuk, hoor. Ja, het is een lievelingsgame. Dans voor mij, Maloot! Dans! Oh, mag ik achterop schieten? Ik wil schieten. Ga jij maar schieten? Ik wil schieten! Oh. Zou niet ik schieten? Wacht, hé joh, zit er niet in! Pak hem al aan! Druk op H! Hoe ga ik terug erin? Ha! Oké. Jongens, wacht nooit. Oh ja, sorry. Helikopters! Helikopters tot je neer! La 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 la! Oeh! Ja, ik ga de helikopter vol! Oh. Ik pop, ik schiet en ik ram! Ik knal je neer, ja, keer op keer. Ik ram je helemaal naar de maan. En als hij een liedje voor me zingt, dan pop ik jouw gezicht vol met lood. Want ja, jij stinkt. Hehe. Je hebt je afslag gemist. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Oh. Waarom rij jij naast mij? Ik haat jou. Sterf. Jongens, in dit spel hoort het. Alles poppen wat er beweegt. Dat zou nou leuk zijn als er een treintje aan zou komen. Nee, dat is niet leuk. Nee, u krijgt een bekeuring, want u heeft kapot verlicht, hè. Motorrijder! Ben ik er op? Ja, Leroy, ik ben een baan, het man.
Dankjewel. Nou, whatever. Graag gedaan, denk ik, Tamar. Mag ik hier wel even een snackje eten? Nee! Rijden met Harry! Ah, laten we rust op mijn auto. Meer explosies! Ja. Nou, eigenlijk technisch gezien kan dit een één schermpje omdat we constant bij elkaar zitten. Lira, ga snel landen. Nee. Oh shit. Oh boy. Boom. Die gasten weten ook niet van op houden, zeg. Ze hebben we nooit op. Oh. We hebben een stunt. Oh. Ik denk dat jij wel uit, alle twee keer nog op mijn mel. Oh, niet goed, niet goed. Help, help. Oh, Leroy. Leroy is in gevaar. Ja, ik ben er weer. Rijden, Leroy. Ja. Zo. Ik heb je gekofferd. Wat lief van mij, hè? Ja, goed, dus goede, goed. Zo, oh, boy. Hier zo. Ja, verder. Met een Pieter Popper, krijg nou weer een klopper, kogel op je muil. Tadaa. Tadaa. La 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 la. Oké, okay, nou jongens, ik ben er weer van tussen. Doei! Dat heb ik gemist. Ah, en weer, kom op. En weer. En weer. En weer, dat is een speelgoedje. Right, now get going. Let's wrap this up. Ja, maar het is een speelgoedje. Maar wanneer gaan we nou naar de Efteling? Nou zit het nummer in je hoofd. Dankjewel, Dark Player. Eikel. Ah, daar! Dus. Nou, we hebben twee voorbereidingen gedaan. Shawnee, wat doe jij? En waar haal je in één keer dat masker vandaan, Shawnee? Shawnee? Mijn broekzak. Shawnee? Wow. Dus bye, kijkers, bye. Ik hoop jullie morgen te zien bij de volgende aflevering van Let's Do GTA 5 The Heist. Ik ga terug naar de toekomst. Ik zie jullie morgen. Ik rij alvast naar morgen toe. Dus ik zie jullie dan. Dus dan gaan we de voorbereidingen 3 en 4 doen. Doei!